aan de kant, jongens, aan de kant. Ik moet het horen. Welkom iedereen bij deze nieuwe aflevering van Planet Coaster. Vandaag ben ik met de auto en moet ik hier naar die kant. Oh, wacht, die kant. Zo, dit gaat een beetje onhandig natuurlijk. Welkom bij deze nieuwe video van Planet Coaster. Vandaag een gloednieuw park. En laat ik even een goed parkeerplekje zoeken voor mijn auto. Want hier is Radier Park. Ik hoop dat ik het goed zeg. Zo, dit is een mooie plek om een auto... Waar zijn mijn banden? Wat? Ik dacht al, wat rijd ik toch raar. Ja, soms heb je dat, dus heb je minder grip op de weg. En nu weet ik waardoor het in principe komt. Nou, dit park is gemaakt door Moomin Little Saks. En het heet dus Radier Valley. Ik dacht Radier Park, maar Radier Valley. Je kan het vinden op de Steam Workshop. Het is een klein pretparkje, realistisch in elkaar gezet, met een aantal hele bijzondere leuke attracties. Dus laten we dit zo snel mogelijk bezoeken. En dat kan maar op één manier, door lekker de auto te parkeren en gaan met die banaan. Wat hebben ze hier gemaakt? Ja, ik moest een aantal dingen downloaden. Misschien wel custom-made objecten. Toolkit items hebben we het over. Maar ik heb al zoveel items. Ik had geen zin om die allemaal binnen te halen. Dit is de ingang. En ik mis inderdaad al iets. Ik mis een logo. Er hoort hier een klein logootje te staan. Nou ja, dan moet je dat maar even inbeelden. Laten we hier naar binnen gaan. Een heel uniek gebouw eigenlijk. Een ingangsentree. Heel mooi gedaan met die houten panelen ook. Een beetje dierentuinsfeer vind ik. Ja, ik weet niet waarom. En ook die boompjes hier leuk gedaan. We hebben rechts ook nog een EHBO-ruimte. En ik geloof dat je daar ook nog ergens naar de wc kon gaan. Nou ja, hartstikke fijn dat je dat, die behoeftes al kan doen voordat je het park binnenkomt. Wat hebben we hier? Wauw, kijk eens even op de achtergrond. Ik zie een reuzenrad, ik zie zo'n zweefmolen, misselijkmakende attracties. Ik zie een droptoren, de boomstammetjes. Volgens mij zit erachter ook nog een hele mooie Gerslauer-achtbaan, volgens mij. Wat hebben we hier dan? Jezus, wacht, is dit een dive? Dit is sowieso een dive coaster. En we gaan ook onder de grond en ik kan gelijk even koekeloerissen, want hij komt dadelijk ook... Oh, maar dit is gaaf. Zo'n gat waar die invalt. Dit is heel mooi. Dit ziet er ook heel goed uit. Leuk die interactie. Heb je natuurlijk ook bij Baron 1898. Er staan altijd daar mensen. Dat is niet normaal. Die staan met telefoontjes, met camera's, zoals ik. We staan dan gewoon alleen maar te filmen en te fotograferen en te kijken hoe die achtbaan, hoe die car naar binnen gaat of naar beneden gaat. En waar komt die uit dan? Hallo? Oh, ik denk daar in de verte. Ja, kijk. Hij gaat onder het pad door. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Laten we die gewoon als eerst doen. We hebben hier ook nog een soort van backstage. Nou, we kunnen even koekeloerissen. Want ook backstage heeft hij het helemaal gebouwd. Maar daar komen we later op terug. Dit vind ik ook heel gaaf. Die paaltjes. En dan samen met die boomstammetjes. Zie je? Toch een beetje dierentuin hoor. Dit is echt een beetje Afrikaans gethematiseerd of zo. Nou, we gaan hier onderdoor. Hallo, hallo. Is die slang giftig of niet? Eerder ga ik er niet onderdoor. En hier is die dan. Wow, het is inderdaad allemaal safari geteamd. De Hoatzin, zo heet deze attractie. En er zitten al wat mensen klaar. Ik wil natuurlijk wel in het juiste treintje. Want hoe sneller we vertrekken, hoe beter uiteraard. Nou ja, hoe hard zal die gaan? Ik kan even de resultaten erbij halen. Heeft een snelheid van maximaal 110 km per uur. Een grootste drop telt 47 meters hoog. Dat is een behoorlijk grote drop, maar perfect voor een dive coaster. De G-krachten zijn maximaal verticaal 5.13 en heeft de airtime counter van 1. Oftewel waarschijnlijk gewoon 1 dikke drop. Je gaat naar boven en dan ben je alweer klaar. Dat doet me denken aan een bekende attractie uit Alton Towers. Ja, dat was een van de eerste dive coasters ooit gebouwd. En in principe, die val gaat heel hard, weet je wel. Hij heeft een mooie snelheid. Maar dan heb je een bocht en hij gaat naar de remmen. Klaar, meer is het ook niet. Dit is leuk van die rookeffecten. Dat is heel gaaf gedaan, die extraatjes. En je valt eigenlijk in een diep donker gat, als je het zo ziet. Spannend. En dan ding, ding, ding. En dan val je. Ja. Oh jee, oh jee. Het is heel donker. Gaaf gedaan, zeg. Heel gaaf gedaan. Heel mooi. Nou ja, en wat ik al zei, dit was hem. Het gaat om die dive. Het gaat om die vrije val die je naar beneden, dat je naar beneden stort. En ook nog een cameraatje. Leuk gedaan, die extraatjes. Hè? Die maken het allemaal. Ja, nou ja, dit was hem. We zoeken even de uitgang. Is dat hier? Volgens mij wel. Ja, we gaan hier met het soort van mooie afgewerkte trappetje naar beneden, naar de tegeltjes. Wat hebben wij nog meer? Want we kunnen ook naar de boomstammetjes. En wat ik eerder al zag, is het heel realistisch gedaan. Let op, want de waterpompen... Die staan als het goed is, helemaal achterin. Ik laat het even zien, want het is echt heel tof om even gewoon naar te loeren. Een kinderbaantje, wat leuk. Even kijken hoor. Oh, hallo. Jij bent vrolijk. Kijk hier zo. Dit is wel heel gaaf in elkaar gezet.
Dit zijn dan die waterpompies. En ook met wat water hier ingeplaatst. Ja, ik vind het wel heel mooi. Ik vind het echt ontzettend leuk in elkaar gezet. Ook nog een trucje met wat spulletjes achterop. Die pionnetjes ook heel leuk gedaan dit. Volgens mij zijn die pionnetjes zelfs op elkaar gestapeld. Ja, deze gaan we sowieso doen. De boomstamrivier mogen wij niet overslaan. En ook custom supports allemaal in elkaar gezet of niet? Ja, dit is volgens mij custom made hoor. Is dit... Wacht even. Jawel. Coaster support for larger footer. Ja. Heel realistisch gedaan. En zo zie je maar weer. Ik bouw natuurlijk een ontzettend groot park. Maar dit is een wat kleiner parkje met heel veel details. Heel veel realistische dingetjes die zijn gebouwd. Kijk eens, een duifje. Hoppakee, wat gezellig. Pipshot. Heet deze attractie serieus Pipshot? Ik zou het niet weten. Hier hoort misschien een logo te staan, maar die staat er niet. We gaan hier lekker slalom in de wachtrij. Oh, ik kan niet wachten. Ik vind het... Oh, dit is leuk. Dit is leuk. Wat mooi dit. Je gaat er helemaal onderdoor. Nou ja, dan gaan we even kijken. Komt er een bootje aan? Er komt een bootje aan. Nu hopen dat ik daarin zit. Natuurlijk zit ik daar niet in. En dan moet ik gaan kijken. Wat is de goede raft? Nummer 4. Er zijn 4 bootjes op de baan. Nou ja, dat belooft veel goeds. Laat ik hem een beetje vooruit spoelen. En laten we kijken naar de resultaten van deze wildwaterrivier. Nou, eigenlijk Rapid. Nee, Rapid niet. De boomstamrivier. De lengte is 377 meter. De maximale speed is 68 kilometer. En gemiddelde speed is 10 kilometer per uur. Lekker dobberend. En de grootste drop telt 18 meter. Nou ja, dat belooft veel goeds natuurlijk. Je gaat eerst een beetje dobberen. Gewoon lekker gezellig. Genieten van het uitzicht van de jungleboompies. En we krijgen eerst een kleine drop. En die gaat eigenlijk naast de ingang gaat hij omhoog. Heel uniek gedaan eigenlijk. Ook deze ronde bakken met wat spotlights erop gezet. Heel mooi, heel mooi. Ik ben benieuwd als het donker wordt hoe het park er dan uitziet. Want volgens mij is er ook gedacht... Hey, cameraatje, zwaaien! Is er ook gedacht aan de belichting. En ook heel belangrijk natuurlijk voor een pretpark. Oké, nou ja, daar gaan we dan. Zijn we er klaar voor deze eerste kleine drop. En dit is jammer, hè. Dat kleine duikje wat je doet. Dat is standaard in de game. Helaas, dat kan je niet aanpassen. Is eigenlijk een soort kleine handicap van de game. Zodra je dus eigenlijk van boven gelijk naar beneden wilt gaan, moet hij een soort van de optakeling afsluiten. Waardoor hij daarna weer een nieuwe optakeling maakt voor de drop naar beneden. Ja, en dat is alleen bij dat soort dingen. Maar als je dan hier dit doet, dus zeg maar gewoon omhoog. Je gaat met een bocht, dan kan je wel gelijk naar beneden. Maar toch zie je dan, voor die drop begint, weer een heel klein heuveltje. Ik zal het even laten zien. En de echte Planet Coaster kenners, die weten dit natuurlijk al. Kijk, let op. Toch weer even zo'n klein drempeltje. Waarom? Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nou ja, daar gaan we. En een drop. Hoppakee. En gelijk al in die bocht. En richting het stationnetje. Stationnetje is ook heel eenvoudig gedaan. Maar eenvoudig kan ook gewoon heel goed zijn natuurlijk. En natuurlijk ook waar je je kleding in kan doen. In die soort van, boxen. Ik wou zeggen lockers, maar ik denk niet dat ze echt op slot kunnen. Het kan misschien, ik weet het niet. Daar, heel apart. Oké, we kunnen daar naartoe, maar dat is niet de bedoeling. We gaan niet backstage. Wel, voor de medewerkers is dat een dingetje natuurlijk. En dan gaan we, denk ik, de flat rides overslaan, de trail rides. Wat hebben we hier trouwens? Wat is dit? Is dit gewoon een restaurantje? Ik ga toch even koekeloerissen, want ja, kijk. Kijk dan met die spotlights ook hier. Aan die trussen, wat leuk. Ja, dit is mooi gedaan, wc'tje ook. Dus gelijk drinken en plassen tegelijk. En wat hebben we hier dan? Oké, weer iets van een winkeltje waar ik lekker kan zitten en genieten van het uitzicht. Maar die kinderachtbaan. En waarom is dit zo niet afgewerkt? Volgens mij is dit bewust zo gedaan. Gewoon een grasveldje. Je denkt altijd, althans ik denk altijd van je moet elk stukje beplanten met bloemen en wat dan ook. Maar gras is natuurlijk ook gewoon een dingetje in de game. Je kan ook gewoon zo'n mooi grasveldje aanleggen. Dus hier is niks verkeerds aan. Echt niet. Alleen ik doe dat zelf nooit. Misschien moet ik dat aan mezelf een keer gaan leren of zo. Van Vincent, je hebt ook gewoon grasveld in parkjes. Waarom moeten er altijd bloemen op staan en dat soort dingen? Dat soort meuk. Nou, hier hebben wij de volgende attractie. Het is een kinderachtbaantje, maar dat betekent niet dat het niet leuk is. De Red Dragon, daar gaat ook niemand in. Serieus. Je kan overal in bij alle attracties, maar niemand staat te wachten voor deze fantastisch. Nou ja, fantastisch. Ik weet niet of die fantastisch is. Dat gaan we natuurlijk meemaken. We gaan met een paar testdummies in deze kinderachtbaan. Resultaten. Een baanlengte van 218 meter. Er gaat 2 rondjes, dus 436 meter lang. Een maximale snelheid van 39 km per uur. En gemiddeld 16 km per uur.
Nou ja, dat is toch een paar mooie resultaten voor een kinderachtbaan. Mooi uitzicht over de boomstammetjes. En hou je goed vast, want dames en heren, dit is weliswaar de snelste achtbaan. Nou, dat is natuurlijk overdreven. Eén van de kleinere achtbanen van het park. Oh, kijk eens. Die supports zijn wel heel mooi gedaan. En volgens mij is dat dan custom of is dat standaard? Ik weet het niet. Ik vind het heel knap als dit custom is gemaakt. Ik ga toch even spieken. Ik ben toch heel erg nieuwsgierig. Heeft hij dit allemaal? Ja hoor. Hij heeft dit allemaal met de hand gebouwd. Wat goed. Ik dacht al van, ik twijfelde. Het ziet er zo goed uit. Wat mooi. Heel mooi. En ondanks dat het een kinderbaantje is, hebben we er toch heel veel werk aan. En vooral met die extra supports hier ook in het midden. Kijk dan, mooi gedaan hoor. Heel mooi gedaan. Oké. We gaan door met de volgende attractie. We hebben namelijk de Dive Coaster gehad. En volgens mij zit daarachter nog een hele grote intense achtbaan. Waar ik heel graag naartoe wil, maar ik moet even koekeloersen. Hoe kom ik daar precies? Ik denk toch dat we hier via de vrije val moeten lopen. Oh jongens, wat attracties staan hier allemaal. En dan kom ik hieruit. Ja, dit is het hoofdplein. En vanuit het hoofdplein... Ik heb een rondje gelopen. Hoe kom ik daar nou? Is het nou zo'n doolhof of kijk ik gewoon niet goed genoeg? Waarschijnlijk het laatste. Kijk, dit loopt helemaal door naar achter. Oké, dit snap ik. Dit snap ik zeker. Dan gaan we dus hier naar rechts. Oh, ik zie het al. Ja, het is een beetje zoeken. Maar dat is het nadeel van een wat kleiner park natuurlijk. Oh, wat is dit? Oh, dit is natuurlijk een beetje apart. Ja, kan gebeuren, zoiets. Reuzenrad. Het reuzenrad staat hier ook. We kunnen er even in, want waarom ook niet? Hebben wij een prachtig uitzicht. Nou ja, dat hoop ik, een mooi uitzicht. Over het hopelijk hele park. We gaan het zien. Even een beetje doorspoelen, zo. Kijk, dit ziet er goed uit. We zien de achtbaan, de boomstammetjes. We hebben hier nog de BFG. Is dat een restaurantje? Dat is wat anders volgens mij. Ik denk dat dit geen dark ride is hoor. Dan die intense baan. Kijk eens even, daar staat hij. Oh, wow, wat vet. Wat vet. Ziet er goed uit. Hier nog een stationsgebouw. Heel mooi. En daarachter, oh, we hebben nog een track ride. We hebben nog genoeg om te doen. Hartstikke mooi gedaan. Het zit allemaal een beetje op elkaar gepropt, maar dat maakt het wel heel origineel. We gaan even kijken in dat gebouw, want wat zit hier dan in? De BFG. The Big Friendly Giant. Wat? Nee, wat? Een dark ride? Wacht, dit is geen dark ride. Dit is volgens mij een loopattractie of zo. Ik heb geen idee. Ik maak het gewoon donker, want volgens mij moet je het ook donker maken voor deze walkthrough. Nee, het is wel een attractie, want de mensen staan hier in de wachtrij. Wat is dit dan? Een dark ride onder de grond. Wat verrassend. Wauw! Oh, maar dit is wel heel tof. Kijk nou, je gaat langs de daken heen. Wat goed. Nou, laten we snel een ritje maken. Met een soort van carnaval festival systeem. Even kijken. Hier vertrekken wij vanaf hier. Ja. Oh, hallo. Hallo. Is het gezellig. Ik ga met je mee. En ik ben erg benieuwd naar deze kleine mini... Het is echt een mini dark ride. Heel minimaal geteamd. Maar dat maakt het wel heel leuk. Een beetje knus. Een beetje knusgevoel krijg ik nu. Kom maar op. Oké. Handjes in de lucht. En dit zijn leuke scènes zo. Nou ja, vooral zeg maar met... Oh, wat gebeurt hier nou? Ik zie allemaal lichtjes. Gezellig. Het zou leuk zijn als die deurtjes ook open gaan. Maar dit zijn allemaal van die deuren die standaard geplakt zitten op de muren. En wie is dan de BFG? De Big Friendly Giant. Ja, het is natuurlijk die reus. Komen die reus ook tegen? Oh! Wow, wat is dat dan? Oké. Ja, ik heb de film ooit een keer gezien. Heel lang geleden. Dit is wel tof gedaan, zeg. Dit is wel heel leuk gedaan met die daken. Alsof je dus... Oh, we gaan naar boven ook, ja. En zelfs ook dat je kan ontsnappen. Heel tof gedaan, heel tof. Ja, vanaf de bovenkant zag het er heel raar uit. Het waren allemaal kamers. Ik denk, is dit nou een loopattractie? Ik zag ook allemaal van die computers staan. Van die... Oh, wow. Oké, het is rook. Het is rook met geel licht. Gelukkig geen vuur. Anders was ik nu gerookte medium rare Vincent. Ik weet niet of je daar trek in hebt. Gewoon in een soort grotje. Mooie paaltjes. Die belichting ook. Wat leuk gedaan, hè. Echt heel leuk. Ja, dit is een soort mijn. Oké. Gaat er nog iets gebeuren hier? Ik dacht dat er nogal vuur uit dat korfje kwam. En dan gaan we weer naar beneden. Wow, kijk nou. Ja, het is allemaal heel smal. Maar leuk gedaan. En we gaan... Oh, wacht. We gaan zelfs spinnen. Wat leuk. Nou, dat is leuk. Kijk nou. Dat is wel origineel, zeg. Jeetje, wat... Nou, dit is toch leuk? Ik vind het heel leuk. Oprecht. Dan krijgen wij... Oh, ik dacht dat pinguïns waren. Het waren vazen.
En de vazen staan hier allemaal. Wat een leuke dark ride. Wat origineel eigenlijk allemaal. Het is heel kleinschalig, maar het is wel heel leuk gedaan. Allemaal muren hier. Dat zijn die temple runes, geloof ik, die muren. Die kan je heel goed gebruiken voor dit soort rotsachtige praktijken. Dus zeker een aanrader om die te gebruiken als je een dark ride maakt. De temple runes. Oké. Okay. Dan gaan we even een beetje doorspoelen. Wow, weer zo'n effect. En we gaan hier in één keer linksaf. Over de daken heen. Ik vond dit wel heel leuk. Ik vind dat station heel eenvoudig, maar heel leuk gedaan. En ook nog een bedieningspaneel. Kijk dan, joh, die kleine details. Scène 4 staat er ook bij. Wat goed dit, wat leuk. Kan ik helemaal overal naartoe kijken, joh. Ik vind het wel gaaf gedaan. Echt oprecht heel gaaf gedaan. En dan gaan we this way, de uitgang. Is dit de uitgang of is dit dan weer de wachtrij? Ik geloof dat ik nu weer in de wachtrij zit. Kom. En nu het donker is, kan ik gelijk kijken naar de belichting. Nou ja, het valt mee. Die plantjes hebben dan wel belichting natuurlijk. Maar voor de rest is het gewoon standaard belichting. Wat natuurlijk ook wel nodig is. Hé, we gaan naar misschien wel het hoogtepunt van het park. Maar voordat we dat doen, even kijken naar deze track ride. Dit ziet er ook ontzettend leuk uit. De Valley Racers. De Valley Racers. Kijken of we ons echt als Michael Schumacher kunnen voelen. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Oké, je kan niet echt sturen. Jammer, hè. Jammer dat je niet met de A en de D, hè, op je keyboard. Als je een onderrijd doet, dat je dan even dat stuurtje kan bewegen. Het zijn die kleine extraatjes, maar het maakt op zich niet uit. Het is niet een ramp als je dat niet kan gebruiken, natuurlijk. Heel leuk dat je zeg maar gewoon op een rail zit, op een wegdek. En dat er dan van die witte streepjes zijn toegevoegd, dat het echt een weg lijkt. Heel goed gedaan. Leuke omgeving ook. Langs wat water hier, wat uit een buis stroomt. Wat goed zeg. Even vooruit spoelen. Zo. En dan komen we in een indoor gedeelte. Wat leuk. Hoppakee. Het is een barn. Jawel. Hier wordt het hooi opgeslagen. We konden naar voren, maar we gaan in één keer deze kant op. Wat grappig. Kleine plot twist. Dat heeft hij ook bij die dark ride net gedaan. Dat je denkt dat je naar voren gaat, maar dan ineens maak je een bochtje. En dit is ook natuurlijk heel leuk. Dat speelse vind ik leuk. En dan komen we aan bij het station. Wat eenvoudig, maar wat leuk, weet je wel, zoiets. Gewoon een hele kleine track ride nog even verbergen hier in het park. En wacht even. Ja, hij gaat dus zo. En dit is voor het inrangeren natuurlijk. Want hier, kijk, leuk gedaan. Heel leuk gedaan. Wacht even. Zaten er nou ook wielen gewoon aan de zijkant? Oh, wat goed. Wat zijn dit dan? Equipment trolleys? Oké. Oh, wat handig. Oké. Nou ja, daar kan je ook een deur van maken. We gaan door met de finale, dames en heren. Daar is hij dan. Ik weet niet hoe de achtbaan heet, maar hier staat het gevaarte. Oh, even kijken. Hij heette Adar Lwig Gwyn. Ik heb geen idee waar dat voor staat. Ik heb geen idee. Ik weet wel één ding zeker, dat wij een onrijd gaan maken van deze achtbaan. Laat ik heel eventjes wachten tot hij weer terug bij het station is, want ik wil even de live data statistieken volgen. Nou, jullie mogen vertrekken. Het mag, het hoeft niet, maar het mag. Even wachten. Het karretje komt aan en die vertrekt. Hoppakee, stap er maar uit en dan kan ik lekker instappen. We gaan eens kijken naar resultaten. Want, lieve mensen, deze lengte van deze baan is 623 meter lang. Behaalt een snelheid van 92 kilometer totaal, maximaal totaal. Gemiddeld 27 kilometer per uur. En de grootste drop telt dus 31 meter. Nummer of inversies? Het zijn er 6. 6 inversies. Dat is wel intens, hè, voor zo'n klein baantje. Laten wij genieten. Oh, dit voelt toch weer hartstikke goed. Dit is toch heerlijk. Gewoon even met een toppertje afsluiten voor deze video. En met ook dit park natuurlijk. Ja, ik vind het mooi van die kleine pretparkjes. Die zijn gewoon leuk om te bezoeken. Er zitten een aantal hele unieke attracties bij. Ook verborgen attracties. Een dark ride die eigenlijk volgens mij gedeeltelijk onder de grond is gebouwd. Want je ging natuurlijk met een trappenstelsel ging je naar beneden. En dit is ook wel een beetje spannend, hoor. Ja, dit is wel heel spannend. Want we gaan namelijk... We hangen hier. Oh, dit valt best mee. Dit valt nog mee. Maar het enge gedeelte komt nog. En dat is dit. Hoppakee. Oh, wat een heerlijke herrie. Maar positieve herrie. Wauw. Wat een toffe layout. Toch al een hoogte. Je moet altijd een hoogtepuntje hebben in je park. Met zo'n hele toffe dark ride. Of natuurlijk een hele vette achtbaan. En eigenlijk is dat wel een soort verplichting. Als je zo'n parkje maakt, maak een achtbaan.
misschien ook een tweede achtbaan. Maak een dark ride. Maak een waterattractie. Een paar flat rides, 2 of 3. En dan zit je altijd goed. Dan zit je altijd goed. Dan heb je altijd iets leuks. Ja, die flat rides die sla ik natuurlijk bewust over. Maar ah, dit is natuurlijk wel heel leuk om die hoogtepuntjes even mee te pikken. Ja, nou dit was het parkie. En ga hem zeker ook even abonneren op de Steam Workshop als je dit zelf wil spelen en wil ontdekken. Want dan kan je kijken hoe het allemaal is gebouwd. Gewoon heel kleinschalig gebouwd, maar gewoon super mooi in elkaar gezet. Vond je dit nou een leuke video? Laat van een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Klik natuurlijk even op abonneren. En vergeet ook niet de belletje in te klikken. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Ik zeg tot de volgende keer. Doeg!